Wat is het grootste vooroordeel wat mensen hebben over de huisartsgeneeskunde en klopt dit? Ik denk dat het grootste vooroordeel is van de huisartsenopleiding dat de meeste mensen zullen zeggen dat de huisarts eigenlijk zodra het lastig wordt of moeilijk of het wordt echt heel medisch, dat we dan doorsturen naar het ziekenhuis. En daarbij is denk ik bij veel mensen de gedachte van ja, daarvoor heb ik niet die 6 jaar geneeskunde gedaan. Maar ik denk ook dat dat niet klopt, omdat wij eigenlijk ongeveer 80% van alle patiënten die wij zien, dat handelen wij zelf ook af. En die sturen we dus nooit door. Dus ik denk dat dat ook laat zien dat wij gewoon echt heel veel zelf doen. En dat daar ook veel medische kennis voor nodig is. En dat is niet alleen het gesprek en lichamelijk onderzoek, maar wij doen ook ingreepjes. We doen visites bij mensen thuis. We zien ook echt de hele context. En ik denk dat dat het huisartsenvak gewoon echt een heel mooi en compleet vak maakt.